Fraud is a local, national and international problem. Hoe stimuleer je elkaar dan om dat kritisch vermogen te blijven stimuleren en die extra vraag te stellen? It is the biggest case of municipal fraud in history. The tiny town of Dixon, Illinois, lost an astonishing $53 million to one government employee. Volgens mij moet je als mens heel goed gaan nadenken van, hey, waar, op welk moment merk ik ergens dat ik twijfel over heb? Op 12 december kwam een groep accountants in business in een bioscoop in Amsterdam bijeen om voor de tweede keer aan de hand van een film met elkaar van gedachten te wisselen over het thema fraude. De discussie werd geleid door Paul Hulshoff en Jack de Raad, beide werkzaam bij KPMG. Ja, All the Queen's Horses, de film die we vandaag hebben gezien, die speelt zich af in een klein stadje in Amerika, waar de grootste fraude in de publieke sector, in de gemeentelijke sector, ooit heeft plaatsgevonden. Verantwoordelijk voor die fraude is een dame die ruim 20 jaar lang werkzaam was en verantwoordelijk was voor de financiële rijlen en zeilen van de gemeente. En zij wist in 21 jaar tijd ruim 50 miljoen dollar te stelen van de gemeente waarvoor ze werkzaam was. Ik ben Paul Hulshoff, ik werk samen voor KPMG. Ik ben verantwoordelijk voor de dienstverlening rond integriteit, cultuur en gedrag. En wat zo goed is aan deze film is dat het eigenlijk laat zien dat een fraude overal kan gebeuren. Bij een hele grote fraude denk je niet eerst aan een hele kleine gemeente in een conservatief deel van Amerika, waar een groot deel van de gemeentelijke medewerkers ook nog eens part-time werkzaam is. Maar als je de omvang daarvan ziet, dan, nou ja, dan valt letterlijk je mond open van verbazing. Ook als je beseft hoe lang de fraude aan de gang was. Hoe zichtbaar die ook eigenlijk is geweest, zeker als je de documentaire hebt gezien. En dat je dan toch de vraag stelt, ja, hoe heeft dat nou kunnen gebeuren? En sterker nog, dit heeft 21 jaar lang kunnen doorgaan. Hoe kan dat? Mijn naam is Jack de Raad, ik ben werkzaam bij KPMG en ik ben daar verantwoordelijk voor alles wat we doen op het forensische terrein, maar ook op het internal audit terrein. Als je kijkt naar deze film, wat een fantastische film is als het gaat om de duur van deze fraude. Wij vinden fraudes leuk, zou je kunnen zeggen, maar dit is dus een mooi voorbeeld van hoe lang zoiets ook kan duren. En je kunt je afvragen, waar is de accountant, waar is de forensische accountant? Ja, dan kom ik terug op wat ik net zei, de signalen zijn hier niet herkend. In ieder geval niet erkend en ook niet opgepakt. En je kunt je afvragen, ja, maar waren die er dan? Nou, daar kun je een hele discussie over hebben. Want dit is een omgeving die niet bekend staat als een inherent gevoelige omgeving. We hebben het niet over vastgoed, we hebben het niet over bouw. We hebben het hier over gemeenten met keurige mensen. Nog heel kleinschalig ook, met een relatief klein budget. Dus er is niet direct aanleiding om te veronderstellen dat er hele grote fraudes plaatsvinden. Als de omstandigheden daar nou niet direct aanleiding toe geven, waar moet de accountant dan op letten? Of wat moet hij doen om een fraude op te merken als deze speelt in zo'n omgeving? Hoe kun je nou toch zoiets herkennen in een omgeving die we hier dan gezien hebben in deze film? Dan is mijn overtuiging dat dat alleen maar kan op basis van gesprekken die je met elkaar hebt, het kritisch vermogen wat je bij elkaar, zeg maar, en met elkaar organiseert. Ja, uit mijn ervaring weet ik dat ons gedrag heel erg wordt gedreven door onze omgeving. En we zijn heel erg gevoelig voor de cultuur waarin we werkzaam zijn. Dat betekent ook dat wij zogenaamde biases kennen. En dus dat er in ons hoofd iets gebeurt waardoor we gewoon een blinde vlekken krijgen. En dus in de documentaire, achteraf waren de mensen van, ja, ze leefde altijd al hartstikke mooi. Ik had gehoord dat ze geld heeft gekregen van de familie. Maar durf eens zo'n gerichte vraag te stellen. Van, klopt het dat jij een erfenis hebt gehad? Maar wat kan de accountant nou concreet doen? Met name als de controle is afgerond en alles er op papier eigenlijk netjes uitziet. Het zou goed zijn om nadat de controle heeft plaatsgevonden, je twee vragen te stellen. Eén, hebben wij als team ergens geschuurd op het punt van, we hebben elkaar gechallenged en dat was best even vervelend, maar we zijn eruit gekomen. Als je dat hebt gehad gedurende het proces, dan heb je naar mijn mening een goed gesprek gehad. Heb je dat helemaal niet gehad en was het een feest om deze controle uit te voeren, dan zou het kritisch vermogen wel eens wat achtergebleven kunnen zijn. En de tweede is, heeft de klant verbaasd gereageerd op de vragen die wij gesteld hebben? Was de klant totaal niet verbaasd over alle vragen, dan zou het ook wel eens ontbroken kunnen hebben aan een beetje kritische vraagstelling. Is die klant wel verbaasd geweest en heeft hij dat ook echt benoemd? Dat is ook weer een goed teken. Dus op die manier zou je kunnen testen aan twee kanten, zowel intern als extern, of de vraag die je gesteld hebt tot voldoende discussie hebben geleid. Discussieert u en kijkt u een volgende keer graag mee? Hou dan de agenda van de Accountants in Business in de gaten.
Ga daarvoor naar nba.nl/AIB.